Hallo allemaal. We beginnen dit keer bij geschiedenis in met het hoofdstuk E, botsende samenlevingen, waarbij we het vooral gaan hebben over de gevolgen van de ontdekkingsreizen in de middeleeuwen, waarbij we gaan kijken hoe men Afrika, Azië, Amerika en zo verder probeert te ontdekken en hoe de westerse Europese landen proberen hun macht verder uit te breiden en daardoor in conflict komen met andere landen. Wie zijn handboek erbij neemt, kan het allereerste hoofdstuk het moderne imperialisme volgen vanaf pagina 76 en volgende. Jullie weten nog allemaal uit de lessen van het vierde jaar dat het dan voornamelijk Spanje en Portugal waren die kolonies gingen ontdekken. Weet nog dat Spanje zich vooral richtte op het continent Amerika en dat Portugal vooral de kusten van Afrika had ontdekt. Nu, op dit moment zijn we aangekomen tussen 1800 en 1850 en merken we dat zowel de Spanjaarden, de Portugezen en ook de Hollanders, die vanaf de 17e eeuw een belangrijke kolonisator werden, een groot deel van hun kolonies verliezen. De Spanjaarden, omdat die gebieden in Amerika onafhankelijk willen worden, de Hollanders verliezen een groot deel van hun bezittingen aan de Britten. Denk bijvoorbeeld maar aan Zuid-Afrika. Nu, welk land slaagt er wel nog in die periode om meer kolonies op te nemen? Dat is meer bepaald Groot-Brittannië. Zij hebben ook een dringender noodzaak aan nieuwe grondgebieden, omdat zij voor hun industrialisatie aangewezen zijn op grondstoffenafzetmarkten en vooral het veroveren van steunpunten in een grote overzeese rijk om alles in goede banen te kunnen leiden. En vanaf de tweede helft van de 19e eeuw wordt het ook voor andere Europese landen belangrijk om te gaan industrialiseren, omdat ze dan op die manier meer macht, prestige en invloed kunnen verwerven. Welke motieven hebben deze landen nu om over te gaan tot kolonisering of imperialisering? Imperialisering komt van het Romeinse woordje imperium, rijk, dus hun rijk uitbouwen. Eerst en vooral geografisch. Vaak waren in die 15e, 16e eeuw enkel de kusten ontdekt. En nu gaan ontdekkingsreizigers, geografen, ook het binnenland van Afrika bijvoorbeeld verkennen en daar nieuwe zaken gaan ontdekken. Een tweede reden is voornamelijk de economische reden. Zoals we het al zeiden bij Groot-Brittannië, een aantal landen is op zoek naar een kolonie om zich op die manier te kunnen verzekeren van goedkope grondstoffen, van zekere afzetmarkten. En tegelijkertijd kunnen ze daar ook een deel van hun overbevolking kwijt. Een derde reden is het christianiseren, oftewel het christelijk maken van de door hen veroverde gebieden. Het is niet voor niets dat we zien dat een aantal van die Afrikaanse landen en Amerikaanse landen, dat die allemaal de christelijke godsdienst aanhangen, komt gewoon omdat die opgelegd is door de kolonisator. Enerzijds willen ze dus dat gebied gaan christianiseren, christelijk maken. De meesten dachten dat de kolonisatie oprechte bedoeling had mensen beter te maken, maar meestal hing het over de white man's burden of de beschavingsijver, waarbij dus de Europese landen het als hun morele plicht zien, als een soort missie, om de primitieve volkeren in Afrika en in Azië meer beschaving bij te brengen. En zij zeggen heel vaak dat die white man's burden, het feit dat het Westen zich ontfermt over het onderontwikkelde Afrika of over de onderontwikkelde primitieve volkeren, dat dat vooral nodig is. En hiermee strepen zij nog eens extra kracht aan om vaak foute racistische theorieën die de minderwaardigheid van niet-blanken onderstrepen in de picture te zetten. Een volgende is vaak de politieke drijfveer, die vooral eind 19e eeuw een hele grote rol gespeeld heeft. Denk maar aan een land dat veel kolonies had, kon op die manier meer aanzien verwerven, had meer macht, kon trots zijn
had meer dan beperkte macht in hun eigen land. In dat nieuwe land konden ze eigenlijk doen wat zij wilden. En dit kweekte een superioriteitsgevoel. Op demografisch vlak, als er een overschot aan bevolking was of te weinig expansiekansen hier, dan kreeg men de kans om naar de kolonies te trekken. En uiteindelijk, cultureel, hebben ze ook hun invloed achtergelaten. Het is niet voor niets dat alle onderworpen volkeren de westerse beschaving werd opgedrongen. En zo zien we dat het grootste aantal kolonies in Afrika van de Britten of de Fransen is. En dat dus ook vaak het Engels en het Frans op die manier uitgegroeid zijn tot wereldtalen. Nu, om eens concreet te kijken wie welk gebied bezit, kan je even kijken ofwel naar de kaart in uw handboek op pagina 79, document 3. Ofwel kan je ook je atlas erbij nemen. De kaarten van de atlas vind je bij documenten kaarten terug. Nu, zoek twee landen op die horen bij. Dus je krijgt een kaart waarop alle Afrikaanse gebieden staan in de kleur van het land dat ze veroverd heeft. En dan zoek jij zelf op twee voorbeelden van kolonies van Duitsland, twee voorbeelden van Frankrijk, twee van Groot-Brittannië, één kolonie van België en één van Portugal. En dan ga je nog zien dat er nog twee gebieden in Afrika overblijven die niet gekoloniseerd zijn. We doen hetzelfde opnieuw voor Azië. Ik denk dat daar kaart 112 of zo is. Dus je gaat opnieuw kijken welke gebieden bezit Duitsland, welke gebieden bezit Frankrijk en welke gebieden bezit Groot-Brittannië. Nu, hoe zijn onze landen erin geslaagd om zo vlot al die gebieden te gaan veroveren? Dat komt vooral door het feit dat wij over veel betere wapens beschikken. En ook veel beter uitgeruste soldaten. Nochtans was het niet zo simpel om telkens de gebieden te gaan veroveren, omdat vaak de gekoloniseerden ook fel verzet pleegden om aan het juk van een kolonie te ontsnappen. En begin 20e eeuw zien we dat Europa helemaal uitgegroeid is tot het politieke, culturele en economische centrum van de wereld. Wij spreken dan ook wel over een wereldhegemonie of een wereldheerschappij. Dit heeft heel verstrekkende gebieden. Je moet nu niet denken dat zij alles in die kolonies bestuderen. Het hangt er vanaf van gebied tot gebied en van Europees land tot Europees land. Dus sommige kolonies hadden nog heel veel autonomie. Vaak was samenwerking met de lokale elite echt nog nodig om verder te geraken. Vaak waren ook grote delen van het land niet veroverd. Dus je ziet, het hangt er een beetje van af. Maar er waren sowieso politieke gevolgen. Enerzijds hebben de Europese kolonisatoren ervoor gezorgd dat de staatsgrenzen van Afrika getrokken werden. En als je naar de kaart van Afrika van zo even kijkt, dan ga je zien dat die precies vaak met een meetlat en een potlood getrokken zijn, die grenzen. En die zorgen tot op de dag van vandaag vaak voor burgeroorlogen en andere problemen. Een tweede zijn de economische gevolgen, waarbij er dus een massale export is van goedkope goederen uit Europa en waarbij die inboorlingen niet anders kunnen dan de producten aannemen die Europa hen opdringt en dat de lokale economie en de lokale nijverheid verdwijnt. En dan de culturele gevolgen. Men dringt inderdaad zijn onze cultuur op, die van de beschavingsijver, zonder rekening te houden met de cultuur die op dat moment reeds bestond. Het moderne imperialisme is toch niet louter voor Europa een aangelegenheid. Nee, ook Amerika, Rusland en Japan hebben een imperialistische politiek gevoerd. Ook zij hebben geprobeerd gebieden te veroveren. Japan richt zich vooral op kolonies en zal dus kijken omwille van de overbevolking om uit te breiden, vooral tegen de jaren 1900 richting China en richting Aziatische landen.
Rusland gaat zich richten op Azië en komt daarmee in botsing met de Japanners. Ondanks het grootheidsgevoel van de Russen, zullen zij in 1905 toch de oorlog met de Japanners verliezen. Maar die specifieke oorlog komt nog aan bod als we het over Japan in de 19e eeuw zullen hebben. En dan tenslotte, de Verenigde Staten hadden oorspronkelijk de oostkust en de westkust veroverd, gingen dus van de Atlantische tot de Stille Oceaan en zullen ook kolonies gaan veroveren, waarbij de Filipijnen hun eerste echte kolonie worden. Ja. Wie daar meer in detail over wil weten, op pagina 78 in uw boek staat welke eilanden onder Amerikaanse controle komen. Dus de territoriale uitbreiding van de VS neemt een stuk van Mexico in. Zij nemen gebieden in die van de Indianen waren. Zij nemen Alaska en eilanden in de Stille Oceaan in. En tegelijkertijd gaan ze een aantal Spaanse kolonies in beslag nemen. En de Filipijnen en Hawaii als eerste Amerikaanse kolonie gaan toevoegen. Tot zover de oefeningen of de theorie die ook in uw boek terug te vinden is. Wat je zeker moet kennen over dit stuk zijn de dingen die bij kennen en kunnen op pagina 78 in uw boek staan. En jullie bereiden document 1 tot en met document 6 voor tegen de les van de eerstkomende fysieke les op school. En dan het tweede gedeelte is het eurocentrisme en het wereldbeeld. Een korter hoofdstuk waar we dan op bladzijde 82 kunnen mee starten. In dit deel gaan we eens nader kijken hoe het precies zit met de ontstaansgeschiedenis van ons continent Europa. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Een eerste is de verklaring dat Europa een Griekse prinses, een Fenicische prinses was, die naar het eiland Kreta werd ontvoerd door de oppergod Zeus en die daardoor hem wordt verleid en het ontstaan geeft aan Europa. Tweede is de term voor het Griekse vasteland. Vroeger werd het Griekenland aangeduid als Europa, maar aangezien de Grieken en de Romeinen hun gebied steeds vergroten, heeft uiteindelijk de naam Europa het hele continent beslaan. En vaak noemt men het ook, of komt het van het Assyrische woord Ereb. Ereb betekent zonsondergang of westen. En Europa wordt vaak ook het avondland genoemd, dus het stuk waar de zon ondergaat. Nu beschouwen wij het dus vanaf 500 voor Christus als het volledige land in het noorden dat naast Afrika en Azië ligt. En na Wereldoorlog 1 heeft men er ook een politieke term aangegeven, namelijk Europa en de Europese Unie. Nu, Europa bestaat uit losstaande gebieden en men heeft daar een historische en culturele ontwikkeling in doorgemaakt. En vaak zegt men dat die, of onze Europese geschiedenis, een lineaire ontwikkeling kent. Dus we zijn begonnen als jagers-voedselverzamelaars, daarna overgegaan naar een akkerbouwcultuur. Daarna hebben we een industriële samenleving opgericht met ruileconomie, om uiteindelijk te komen tot handel met geld. Als we het gaan bekijken op het vlak van godsdienst, hebben we eerst natuurgodsdienst gehad, dan een polytheïsme en uiteindelijk zitten we nu met een monotheïsme. Nu, al die samenlevingen zouden zo'n soort evolutie moeten doorlopen en Europa staat hierin al het verst. En men zegt dat alle andere landen eigenlijk schatplichtig zijn aan die Europese cultuur. En dit leidt er ook een stukje toe dat de Europeanen te kampen hebben met een superioriteitsgevoel. Ze hebben met geweld andere landen hun cultuur en beschaving opgelegd. Ja? En op die manier gezorgd voor imperialisme en racisme. Europa een
eurocentrisch wereldbeeld. Europa is sinds de middeleeuwen de maatstaf voor de rest van de wereld, ligt dus ook centraal. En daarom noemen we dat eurocentrisme. Hè. En wij kijken dus vanaf de 14e, 15e eeuw naar de geschiedenis, alsof wij het middelpunt zijn, het belangrijkste dat er op aarde is. En alles is op onze cultuur afgestemd. Wij beschouwen ons gedachtegoed als enig geldend en universeel, zonder rekening te houden met invloeden uit andere culturen. En wij beschouwen Europa als het centrum van de wereld, als de periferie. Nu, toch zijn er in die eind 19e eeuw, vlak na de Eerste Wereldoorlog, ook een aantal mensen die het over der Untergang des Abendlandes hebben. Avondland, ik heb jullie al zo even geduid hoe men aan die naam komt. En der Untergang, de ondergang of het verlies. Nu, wie is diegene die dit geformuleerd heeft? Dat is Oswald Spengler, een Duitse geleerde, die dus zegt dat alle beschavingen los van elkaar opkomen, bloeien en vervallen. En dat dat niks te maken heeft dat Europa centraal is. En hij zegt, Europa is eigenlijk zo ver gevorderd dat wij eigenlijk in een staat van verval zitten. En nu wordt er heel wat meer aandacht besteed aan de relatie die Europa heeft met andere landen en andere volkeren. Nu, na Wereldoorlog 1 zouden wij eigenlijk in een fase van verval zitten. Vergeet niet dat andere culturen opkomen en veel belangrijker worden. En dat tegelijkertijd na Wereldoorlog 1 Amerika vooral de rol van Europa overgenomen heeft. Jullie kunnen op pagina 84-85 nog document 1 tot 4 oplossen, wat we de eerstkomende les ook zullen verbeteren.